In dit enorme gebouw in Qatar worden kinderen opgeleid tot topsporter. Er wordt aan atletiek gedaan, geschermd en gevoetbald, de populairste sport van de opleiding. Journalist Daisy Moore nam er voor het Jeugdjournaal een kijkje. Deze jongens hier zijn echt het talent van Qatar. Want als je een sportland wil zijn, dan moet je natuurlijk ook een heel goed eigen team hebben. En die worden hier opgeleid. Alles is er supergoed geregeld met de beste trainers en nieuwste technologieën. Tientallen jongens trainen er, gaan er naar school en slapen er. You want to be a talent football player, you should work hard for yourself. لكي أشرف منتخبي في المستقبل and to be a legend of Qatar. Qatar ligt in het Midden-Oosten en is een van de rijkste landen ter wereld. Dat komt omdat er veel olie en gas in de grond zit. Het land plaatste zich nog nooit voor het WK voetbal. Volgend jaar mag het wel meedoen, maar alleen omdat Qatar het evenement organiseert. Dat het land op voetbalgebied niet zoveel betekent, komt omdat er weinig mensen wonen en omdat het dus midden in de woestijn ligt. Er liggen dus niet overal trapveldjes waar kinderen kunnen oefenen, zoals in Nederland. De sportprestaties moeten beter, vinden ze in Qatar. Daarom wordt nu veel geld in de opleiding van talenten gestopt. En organiseert het land meerdere grote sportwedstrijden, waaronder dus het WK voetbal. If I ask you how much you know about Qatar before Qatar host the World Cup or been nominated to host the World Cup, you won't know much about it. And now everybody knows about Qatar and everybody wants to know more about Qatar. Voor de toekomstige topvoetballers is het WK vooral iets om naar uit te kijken. I support maybe Qatar or Argentina for Messi. Or maybe Holland for you, maybe. See you on 2022, Qatar.